ben ook nuchteloosheid. Schaf mijn steentje bij te dragen. Goh, wil gaan. Om naar boven. Ja, ja. Vertellen in de kring. Schot. Schot. Zit-einde. Zo, Luc. Zie hier dat jij zit niet in jouw naam. Vogel. Ik vind het geweldig. Zwart. Beetje insteken. Fruitje. Hier, een bal. Woezelen Pip die mama. Nieuw werktakje vandaag. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en wij zijn hier heerlijk in dit boshuisje bij Recreatiepark Het Zand. Want we waren afgelopen weekend hier om de Cowboy-serie op te nemen. We hadden de laatste draaidag gehad en toen brak echt het coronacrisis uit, zeg maar, dat de scholen gingen sluiten en de horeca gingen sluiten. En van de lieve camping-eigenaren van dit park mochten wij hier blijven. Dus wij zitten hier een soort van in quarantaine in het bos. Ontzettend mooi boshuisje. Je hebt de afgelopen vlogs al gezien. Er is hier bijna niemand. Je hoort de vogeltjes fluiten. En dit is het gezellige boshuisje waar we nu in zitten. En voor de rest is er hier helemaal niemand om ons heen. Dus we zitten eigenlijk een soort van in quarantaine in het bos. En gisteren hebben de kinderen de eerste schooldag gehad. De schooldag thuis. In thuisschool Bellies. Want we hebben het zelfs een naam gegeven. Als je die vlog niet hebt gezien, kijk even één vlog terug. Daar zie je de uitgebreide versie van de schooldag. Want gisteren hadden de kinderen een lange dag. Vandaag hebben de kinderen een korte dag op school. Want het is ook gewoon op normale school. Hebben ze ook vrijdag een korte dag. Kijk, hier hangen de plaatjes van gisteren. Die ga ik zo meteen even aanpassen. Zodat het een beetje een programma is voor vandaag. En hier zitten ze. Goedemorgen, kinderen. Ja, oh, Luxie. Luxie zit al bij het schoolbord. Leon en Lucilla zitten even Telekids te kijken. En Luxie zit al bij het schoolbord, schatje. Was je al wat aan mooi aan het maken? Was je al aan het rekenen? En aan het schrijven? Ja, mooi. Mooi schoon. Ja. Ga je nou weer een tekening maken? Zit ze hier heel schattig. Ja, mooi met de stift. Ja, we gaan in op het bord, hè? Ja, mooi, Luxie. Goedemorgen, Woezel. Woezel ligt hier lekker op de uitkijk, want daar heb je het speeltuintje. En daar wilt hij ook maar al te graag naartoe, hè, Woezel. En hier hebben we Pipje. En vader, is vader al wakker? Vader zit op de wc. Nou, ik ga eventjes een kopje koffie zetten, een kopje thee zetten en een ontbijtje maken voor ons. En dan gaan we eerst even lekker ontbijten. Ja, liefie? Wat wil je het laten zien? Oh-oh. Wat is zo oh-oh? Daarmee moet je hem vegen. Moet je zo vegen. Doe maar vegen. Oh, is hij eruit? Ja. Oh, maar dat is niet erg, liefie. Doe maar zo vegen. Zo, doe maar vegen. Doe maar erop. Ja. Goed zo. En dan weer uitvegen. Ja, vindt Luxie dat ook mooi? Is Luxie vandaag de juffrouw? Om eens even een beetje de update te geven over het corona gebeuren. De kinderen hebben lekker geslapen, ze zijn net wakker. We hebben nergens, voor de rest nergens last van. Ja, we proberen natuurlijk zo min mogelijk in contact te komen met andere mensen. Eigenlijk het enige broodnodig is als Daniel even boodschapjes gaat doen. Om weer wat yoghurt en wat melk in huis te halen. Dat doet Daniel alleen. We ontsmetten allemaal. We geven niemand geen handen. We letten heel goed op onze gezondheid. We eten heel veel groentjes en heel veel fruitjes. Drinken goed water. Dat is denk ik het enige wat we op dit moment kunnen doen. Heb je zin om vandaag weer naar school te gaan? Ja. Bij juffrouw mama? Mama. Oh nee, juffrouw Varen. Mama, ja. Ik wil heel graag een melkje. Ja. Een glaasje melk? Ja? En een lekker ontbijtje voor je maken? En dan gaan we zo meteen weer naar school, hè? Heb je zin in? Nee, ik weet dat je weer naar school gaat. Vind je dat gek? Dat zeg. Ja, je mag ook je meegaan. Ja, Luxie wil ook naar school, hè? Bij de mama school, hè? De thuisschool. Hoe heet de thuisschool ook alweer? De Bellies. Bellies. Van Snot. Van Bellinga. Nee, van Snot. Nou, iets smakelijk. Dank je. Dat is een druifje, ja. Vind je dat zo lekker? Zo, en ook een goede morgen vanuit mij. Ik heb zo net de vlog al gedeeld. En daar zitten mijn kindjes, lekker op de bank. En hier is lieve Luxie, ben je even boekjes aan het zoeken. In ons boshutbibliotheek. Kijk, hier hebben ze een boshutschoolbibliotheek. Ja, ik heb het gezien. Gisteren goed les gehad voor mama. Vandaag goed les. Ja, en hier is mijn liefste. Goedemorgen, mijn liefste. Mag ik een cursus bij mijn prikkelbaard? Kussen we elkaar nog wel? Nee, op mijn prikkelbaard. Kijk eens hoe lang die wordt. Ja, laat je hem staan, jeetje. Laat je hem staan? Ja, ik denk het wel.
Nieuwe look van Daniel. Nieuwe taart. Nieuwe tijden. Geef hem mee eten. Lekker. Aardjes. Kijk, wij zijn even op visite met de video bij opa en Oscar. Opa. Hallo opa. Hallo opa. Zeg hallo in de vlog. Hallo opa. Hallo. Alles goed met opa en oma. Alles goed met opa en oma. Zo doen we even een visite rondje. Video bij. Nou, Roezeltje en Pip, lekker in het gras. Papa, we gaan lekker tennissen. Oh, gaan jullie badmintonnen? Oké. Ja, zo. Ja, ik wil flink oefenen. Ja, Pip wil je ook? Och, zit je weer om de boom? Papa komt je helpen. Zo. Mama probeert ook even een balletje. Met z'n allen lekker in de natuur. Oh, goal van mama. Nou, mijn liefste juffara, we gaan nu eerst even boten gimmen, zegt ze. Dus deze korte dag begint met boten gimmen, mama. Zoiets, ja. Boten gimmen, ja. Oh, zo sportief. In verband met het hele corona gebeuren, hebben we natuurlijk hier niet zo goed internetverbinding. En heeft Daniel de afgelopen dagen is hij iedere keer naar Dave gegaan, naar de ranch zeg maar, waar we ook de videoclip opnamen voor de internetverbinding. Maar goed, omdat het nu allemaal toch best wel wat heftiger iedere keer steeds wordt. Blijf je dicht bij jullie. Dicht bij elkaar blijven. Ja. Dus Daniel die gaat even kijken of ze hier bij de receptie ook wifi hebben. Dat we misschien hier bij de receptie van het park kunnen uploaden. Ja, nou, wandelen naar de receptie. Even lekker wandelen met z'n allen. En dan straks gaan jullie maar weer eindeloos spelen in die speeltuin. Yeah. Wat heel erg fijn is. Maar dan weten jullie in ieder geval waar ik de vlog aan het uploaden ben, ruifjes. Wel zo belangrijk. Even lekker de benen strekken met z'n allen. En er is nog wel gelukkig een bos wachtenhout aan het zagen. Bos wachtenhout is nog wel. Voor de open haard. Tudelup, 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 eyo. Ja, dat kopje van links. We zijn hier aangekomen bij de stille receptie hier. Er is hier ook voor de rest helemaal niemand. Meisjes, wat zijn jullie aan het doen? Ach, de meisjes zijn weer samen gek. Nou, hier is papa. Papa gaat hier naar binnen toe. Wij gaan niet mee naar binnen. Tot straks, papa. Succes met de vlog uploaden. Want hier hebben we gelukkig ook een internetverbinding. Papa heeft een baard, hè? Ja, tot straks, hè. Doeg. Wij lopen weer terug. We zijn nu, even kijken, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Vrijdag 4 dagen onderweg. 4 dagen. We zijn nu 4 dagen onderweg van het hele corona gebeuren wat uitbrak hier in Nederland. Dat de scholen dicht gaan en zo. En ik moet zeggen, natuurlijk probeer je optimistisch te zijn. En Daniel en ik zijn ook heel optimistisch en positief ingesteld. Maar we merken wel, dit is toch wel een... Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik bezorgd ben. Ja, misschien ook wel, weet je. Er gebeuren zoveel gekke dingen op dit moment in de wereld. Het is zo'n aparte tijd. Het is alsof de hele wereld vecht tegen dit virus. Dus aan de ene kant is het wel een heel fijn samen gevoel. Hè? Dat je wel merkt, oké, we zijn eigenlijk met z'n allen samen. Welk land je ook bent, welke taal je ook praat. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar in dat opzicht heb je wel zoiets van, oké, maar waar stopt dit? Wanneer is het eind in zicht, zeg maar? Gaan wij mensen dit... ik weet niet. Het gaan gewoon heel veel dingen in mijn hoofd. Waardoor ik natuurlijk als moeder zijn hem ook af en toe best wel een beetje ongerust ben. Ook natuurlijk hier met het kroos om me heen. En ja, we hebben net even met opa en oma gebeld. Opa en oma zijn heel positief ingesteld en ook heel optimistisch. Er is niks met hun aan de hand. Ze voelen zich helemaal goed. En ze gaan gewoon nog lekker met de hondje, met Oscar, hond wandelen. En voor de rest chillen ze ook gewoon lekker thuis. Met Daniels zussen en de kids zijn het ook allemaal goed. Dus even fijn te weten van het thuisfront dat alles goed is. En ook heel erg blij en fijn en dankbaar dat wij in het bos mogen verblijven. Ondanks dat het hier dus eigenlijk gesloten is. Voelt dit wel echt heel even als een super veilige omgeving om met ons gezinnetje te zijn. En ik weet natuurlijk ook dat er ook heel veel mensen zijn die wel gewoon moeten doorwerken. En die moeten doorwerken of willen doorwerken om de maatschappij te helpen. Dus ook echt een dikke shout-out naar al die mensen. Een paar dagen geleden was ik nog even in de Action voor het laatst. En die meneer achter de kassa zei ook van er zijn heel veel personeelsleden die thuis blijven, die gewoon niet gaan werken. Maar ja, ik blijf toch maar wel werken, want ik wil wel de klanten nog een soort van helpen om later spullen te halen. Wat super lief was natuurlijk dat hij gewoon op eigen risico zeg maar toch gaat werken. Dus echt een dikke shout-out naar al die mensen die dat gewoon, ik krijg gewoon kippenvel van als ik dat zeg. Die wel gewoon naar hun werk gaan en voor de andere mensen zich inzetten. Dat we gewoon toch met z'n allen kunnen blijven leven. Klinkt heel erg raar, maar ons leven kunnen blijven leven, zeg maar.
En wij hier gewoon in ons bos zitten. En aan de ene kant voel ik me best wel schuldig. Denk ik, oké, ik zit hier best wel veilig met ons gezin, zeg maar, hier in het bos. En er zijn mensen die dat dus niet hebben. Die op vakantie zijn, die niet meer terug kunnen naar Nederland. Dan denk ik ook van, voel ik me machteloos. Machteloos. En dan denk ik bij mezelf, wat kan ik doen? Ik kan niks doen. Ik kan wel enorm balen. Ik kan me schuldig voelen. Maar ja, daar heeft natuurlijk niemand wat aan, behalve ikzelf. Want ik voel mezelf daardoor niet fijn. Ik weet voor de rest gewoon niet wat ik moet zeggen. Gewoon een machteloosheidsgevoel voor de hele wereld. En ook voor onze kinderen. Daniel en ik vinden het heel moeilijk om onze angst ook niet te veel over te brengen op onze kinderen. Omdat we ook niet... Ja, kinderen voelen energie. En dat voelen ze ook van Daniel en mij. Met name mij, denk ik. Want Daniel die kan daar iets beter tegen dan mij. Dat vind ik allemaal moeilijk. En ik ben heel erg benieuwd of er andere ouders zijn die dit herkennen. Dat toch we allemaal thuis zitten. Zonder bij heel veel mensen te zijn. Maar toch het gevoel hebben dat we allemaal samen zijn. Dus dat is natuurlijk wel weer een heel erg fijn gevoel. En dat is weer het positieve gebeuren van deze mediatijd. Dat we wel eigenlijk gewoon allemaal bereikbaar zijn. Maar goed, ik wil gewoon echt even uit mijn moederhart zeggen. Lieve kinderen, raak elkaar niet aan. Ga niet naar overvolle speeltuinen, omdat we allemaal naar de speeltuin gaan. Als het te vol is in de speeltuin, wacht heel even tot het iets minder druk is in de speeltuin. Ga niet mee naar de winkel als je ouders gaan boodschappen doen. Laat even alleen je papa of alleen je mama even de broodnodige boodschapjes doen. En ga thuis gewoon lekker spelen. Ga creatieve dingen bedenken. Ga met elkaar verstoppertjes spelen door het hele huis. Wat de kinderen hier ook heel veel doen. Vraag aan je ouders of ze schooltje met ze willen spelen. Want dat vinden deze drie vinden dat ook heel leuk. Ga ik zo meteen ook weer doen met ze trouwens. En een beetje routine erin behouden is ook heel erg belangrijk. Ga niet de hele dag in je bed liggen. Maar ga er gewoon uit op de tijd wanneer je normaal gesproken er ook uit zal gaan. Doen wij ook. Mama, speeltuin. Ja, jullie mogen naar de speeltuin. Ja, ga maar naar de speeltuin. Lopen daar langs de speeltuin. En ze denken, mama, je hebt toch niet zoveel, ik wil spelen. Wij hebben hier een hele speeltuin voor ons alleen op het moment. Kijk, er is helemaal niemand in deze speeltuin. Kunnen ze even lekker spelen en de energie kwijt. Ga maar lekker spelen. Op de wipwap of op het springkussen. Ja, wat wil je op de schommel, Luxie? Luxie wil iedere keer op de schommel. Nou, ik ben weer even Luxie aan het duwen in de schommel. Ik vind het heel erg leuk om op deze schommel te zitten. Daar kan ze echt uren in zitten. Leon en Lucilla zijn daar even aan het spelen. En Daniel die is... Ja, je gaat gelijk. Daniel die is dus even naar de internetverbinding hier bij de receptie. Super lief dat het hier ook eventjes mocht. Dan hoeft hij niet helemaal naar Dave en Amber toe om daar bij de Cowboy Ranch op te laden. Het internetverbinding is natuurlijk stukken trager als bij ons thuis. We hebben zelf thuis glasvezel en dan is een vlog heel snel upgeload. Maar hier doet hij een paar uur erover voordat er één vlog is upgeload. En gisteren had Daniel twee video's, dus hij moest best wel lang wachten om alle uploads dat ze volbracht waren. Dus dat is wel een klein beetje een nadeel dat de internetverbinding niet zo heel erg snel is. Maar in ieder geval hebben we wel internetverbinding. En voelen Daniel en ik ook gewoon ons het prettigst op dit moment in deze gekke wereld, in deze gekke tijden. Dat wij hier nog in het bos kunnen blijven en voelen we hier ons eigenlijk het meest veilig. We wonen natuurlijk in Zwolle, in Woonwijk. En natuurlijk is het daar ook wel allemaal veilig. Zou het over het algemeen ook allemaal wel veilig zijn. Maar goed, als we dan toch de optie hebben om hier te kunnen blijven, dan kiezen we liever ervoor om toch nog heel eventjes hier te blijven. Ik denk niet dat we hier weken zullen blijven. Dat denk ik dan weer niet. Maar misschien nog een paar dagen dat we hier nog even lekker vertoeven. En nog even rustig kijken hoe de ontwikkelingen zijn. En hopelijk dat het allemaal wat rustiger wordt en wat minder wordt. En dat het virus gewoon snel weg zal zijn en weg zal appen als mensen uit de buurt blijven. Het lijkt me op een gegeven moment dat dan het virus niet meer verder kan gaan. En dat het dan op een gegeven moment stopt. Hoop ik heel erg. Maar goed, wij blijven hopen. Wij blijven bidden. Wij blijven... positief ingesteld, ondanks deze gekke tijden. En ik hoop dat jullie dat ook doen en dat jullie ook een beetje steun uit onze vlogs kunnen halen. Dat je lekker toch eventjes je hoofd kan legen en even lekker naar een Bellinga vlogje kan kijken. Dit is misschien een beetje te lang gepraat, maar als je het wel leuk vindt oudere video's terug te kijken. Je kunt natuurlijk ook op Bellinga TV. Kun je ook allemaal oude vlogs terugkijken voor de Bellinga fanclub. Die hebben ook 2,5 uur aan Bellinga fanshow terug te zien. Dus ook de Cowboy serie die staat er ook online. Dus ook daarin is genoeg terug te zien. En ik probeer ook een beetje mijn best te doen
om educatieve vlogs voor jullie te maken, voor de kids ook te maken. Dat niet alleen mijn eigen kids wat van leren, maar ook de kids die kijken wat kan van leren, wellicht wat inspiratie te hebben voor wat je kan doen allemaal thuis. En zo toch ook een klein beetje een steentje te willen bijdragen aan de maatschappij. Al heb ik het gevoel dat ik op dit moment niet veel kan doen, omdat ik gewoon niet veel kan doen. Zeg maar. Maar goed, dit is toch een beetje mijn gevoel dat ik toch wel iets kan bijdragen door middel van de vlogs heen. Met tips, met ideetjes, met inspiratie, met dingetjes die ik doe. Kinderen zijn dit aan het doen, dus jullie denken, wat is dat? Dat is dat. Dat is een beetje wat ik probeer te doen om mijn steentje bij te dragen. En ja, weet je, blijf fit, blijf actief. Ga naar buiten, ga naar het bos. Heel erg belangrijk, ga lekker blijven bewegen. Niet achter op je laptop of je game of dat dan ook blijven hangen. Gewoon doen wat je normaal gesproken ook altijd zal doen. Alleen zoveel mogelijk uit de buurt van andere mensen blijven. En een beetje de rust opzoeken. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik hou op met mijn verdere gepraat. Ik hoop dat mijn boodschap een beetje overkomt. En dat ik een soort van band, of nee, niet band, ja? Oh, ja, ik ga met je op de wipwap. Ja, niet band, een soort ja, gemeenschappelijke visie met jullie daar in deel, zeg maar. En het gevoel dat, oh, wil jij duwen? Ga ik met Lucilla op de dat ik toch een beetje het gevoel heb dat ik ook wel terug kan doen. Ondanks dat het misschien heel lastig gaat. Omdat ik gewoon, dat, ja, ik bedoel, ik ben geen zuster, ik werk niet in het ziekenhuis, ik werk niet in een supermarkt. Wij maken iedere dag een vlogje met ons gezin en dat is wat wij doen eigenlijk, dat is wat wij doen. En ik ga nu op de wipwap, want ik zie in mijn tellertje ook al dat ik veel te lang heb gepraat. Ik weet niet of jullie het interessant vinden om te horen. Maar goed, de kinderen willen spelen, dus ik ga even met ze spelen. En ik zie jullie zo meteen als ik met de kinderen schooltje ga spelen. Hold them close, hold them tight. Let the moon slowly take over all night. The sky's never been clearer than now. Little lights float around. A million fireflies that never touch the ground. I see your pretty eyes light up as they fly away, heading towards town. Seen a thousand suns, too many pretty sights have crossed my way. But you'll always be beautiful, a little boy. School gaat beginnen. Kom, we gaan naar het huisje. We gaan naar de klas van mama. De schoolbel gaat beginnen. Nee, even, waar is de schoolbel? Nee, dat is ook niet de schoolbel. Dit is niet de schoolbel. Ja. Nee. Ja, dit is de schoolbel. Oké. De schoolbel gaat beginnen. Maar we gaan er eerst mee beginnen? We gaan eerst het onderboven voren achter. Met liedjes zingen? Ja. Weet je hoe deze heet? Gaat niet. Nou. Veetje. Veetje. Onderboven voor en achter, God is altijd bij mij. Onderboven voor en achter, God is om mij heen. Onderboven voor en achter, God is altijd bij mij. Onderboven voor en achter, God is om mij heen. Heb ik vandaag ook weer de kaartjes op de ramen gehangen. Zodat de kinderen een beetje een structuurtje hebben en weten wat we allemaal gaan doen. Gisteren was het een lange dag op school. Vandaag heb ik er een korte dag van gemaakt. Want dat is normaal gesproken ook op vrijdag. En kijk, Luxie die kijkt het al eventjes. Kijk, we hebben net het eerste gehad. De kring. Mogen ze zo meteen nog wat vertellen? Dan gaan we voorlezen. Dicté. Rekenen. Spelend werken. Fruitje eten. En buiten spelen. Wat staat er vandaag op het programma? Zie je dat, Luxie? Ja. Nou, wilt iemand nog wat vertellen in de kring? Ik! Ja? Nou, Lucilla. Ik heb een vee mee. Een vee? Ja. En heeft jouw vee een naam? Ja, ze heet Vee. Oh, wat een mooie naam voor een vee, schatje.
En wat kan die allemaal? Vleugeltjes bewegen als je heel trilt. Mooi. Wil Lux je wat vertellen? Ja? En wat nog meer? En wat nog meer? Ja? De handjes in de zakken. Ja? Ja? Echt waar? Mooi. Nou, heel mooi verteld, Luxie. En nou, Luan. Luan, wat wil jij vertellen? Ik heb een soort nootje gevonden. Oh, heb je die net gevonden? Ja. Oh, en waar heb je die gevonden dan? Daar zo bij die struiken, maar ik weet niet wat het is. Een klein beukennootje? Nee. Ik denk dat het een klein bolletje is van een struik. Een soort... Ja, maar het zat ook aan een struik. Oh, mooi. Ik denk dat de eekhoorntjes dat wel lekker vinden. Ja? Ik denk het wel. Nee, zou ik hem weer buiten doen. Ja, zo maar weer buiten doen. Oké, jongens, dan gaan we door naar het volgende. En dat is lezen en voorlezen. Dan gaan we weer de boekjes pakken. Okay. Goed? Pak jij de boekjes uit de kast? Ik ga weer die pakken. Ja? Even kijken. Hier hebben we de schoolspullenkast. En hier pakt Lucilla de boekjes uit voor alle drie boekjes. En dan een ander boekje dan dat je gisteren had, hè? Nee. Of wil je graag je paardenboekje? Ja. Mag jij graag je ook? Mag je paardenboekje? Toen kwam ze vrienden, konijn, slok en straat tegen. En toen zei ze, alle drie, wil je maar spelen? Nee. Laat eens het plaatje zien. Dit is de eerste. Mooi. Trots. Op zijn schoenen. Op zijn schoenen. Schone. Op zijn schone. En glimmende hoeven. Hoeven. Heel goed. Hij is trots op zijn glimmende hoeven. Aan zijn vrienden. Zo, het is inmiddels tijd voor dictee. Dictee is iets wat Luan eigenlijk altijd doet in zijn klas. En dat is eigenlijk woordjes. Ja, woordjes opschrijven. Kijk, hebben we ook dit voor Lucilla. Lucilla kan natuurlijk nog niet echt de woordjes schrijven. Dus voor Luan heb ik dit. Daar ligt hij. Oh, blauwe pen. Ja, pak je maar. Zo. En voor Lucilla heb ik dus wat anders bedacht. Voor Luan ga ik zo wat letters, wat woordjes en een zin noemen. En die gaat hij opschrijven. Maar dat kan Lucilla nog niet, want Lucilla zit in groep 1. En Lucilla, wat is er, liefie? Hoe moet ik hiermee tekenen? Nou, dat ga ik je even laten zien. Dat hebben we gisteren ook gedaan. Dat zijn schrijfkaarten van de Action. Die stift is leeg. Ik heb een andere stift. Hier zit een stift in. En de voorkant zien we een plaatje Jurk de Ju. En achterop kan je hem dan oefenen. En er zit een uitwisstift bij. En ik heb dat aap gedaan. Gisteren heb je aap gedaan, hè? De A van aap. Er zit zo'n wisstift bij. En welke wil je nu doen? Zullen we jouw naam gaan doen? De letters van jouw naam. Lucilla laat nu even zien dat ze haar eigen naam kan schrijven. Lucilla heeft een hele lange naam. Past het erop? En een atje. Ja, dan de verkeerde kant. Zo heeft Lucilla net haar naam geschreven. Maar nou laat maar zien hoe je op school jouw naam leert. Lucilla. Zie je het verschil? Ja. Als je met de schrijfkaart hebt geoefend, dan ga je jouw naam oefenen in jouw eigen schriftje. Goed? Het is tijd voor dictee en ik heb hier voor Luan als eerste wat letters opgeschreven, wat woordjes en daaronder een zin. En vandaag zijn het wat moeilijkere woordjes dan gisteren, Luan. Aangezien hij aan mij vroeg, mama, mag het alsjeblieft wat moeilijker zijn dan kip, een boom en roos? Dus ik heb wat moeilijkere woordjes voor jou, goed? Dank je. Oké, eerst gaan we de letters doen. Ja. Schrijf op de H. De A. De goed zo, mooi. En de R. In het bos zoek ik boomschors. Schrijf op, boomschors. Goed zo, Luan. Ondertussen is Lucilla heel goed aan het oefenen met haar letters van haar naam. Goed zo, Lucilla. Luxie is met de boekjes aan het spelen. Op de tafel ligt een tafelkleed. Schrijf op,
tafelkleed. Ik zie hier dat jij een streepje tussen boomschors hebt gezet, maar het is één woord. Dus het streepje mag je weglaten. Tafelkleed mag aan elkaar. De kinderen op het schoolplein spelen met stoepkrijt. Schrijf op. Stoepkrijt. Stoepkrijt. Mag aan elkaar. Stoep. Yes. Ja, mag wordt mag aan elkaar. Nu? Op de kermis eet mama altijd heel graag een... Liesje. Suikerspin. Oh ja, suikerspin. Schrijf op. Suikerspin. Suikerspin. Oei, is moeilijk. Welke ui? Welke letter is dit? Welke ui? Ja. Is de dit de... Nee, dat is de ju van jurk, Lucilla. Maar die zit niet in jouw naam. Ik zie een man met een fototoestel. Schrijf op, fototoestel. Oké, okay, hartstikke goed. Je kan wel meester, je kan wel meester Leon worden. Welke? Fototoestel. De een lange van fiets. Van Farah, van Finn. Dat is jouw klas. Die andere zijn hoofdletters. Oh. Hoofdletters, ja, die doe je aan het begin van een Mam, zin, maar dat leer je nog wel. Mam, ik vind fototoestel veel te moeilijk. Nee, die kan je. Ik kan. Fototoestel. Maar ik moet bekennen dat dit wel een beetje lastigere woorden zijn voor Luan. Nee joh! Omdat je nog niet helemaal weet hoe je het schrijft. Ja. Maar ik kan in ieder geval wel... Dit was een Mam, vraag van hemzelf. Mam, heb ik dan een paar ongelukjes dan? Ja, foto heb je met twee o's. Het moet eigenlijk maar met één o, maar is niet zo erg. Dat leer je nog wel in de volgende groep. Ik ga op vakantie met het vliegtuig. Schrijf op. Vliegtuig. Vliegtuig. Ben benieuwd. En welke? De korte v van vogel. 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 Zie je, dat is een v. Dit lijkt op een vogel. Van... Nee, een fiets is te lang. Een korte is dit. Oh mam, ik weet het. Van vis. Ja, wat is dit van letter wat mama met de hand doet? Ik weet het. En dat lijkt op een? Het lijkt op een vogel. Kijk, zo vliegt een vogel. Woe, woe, woe. Dus dan kun je onthouden de v, de korte v van vogel. En vliegtuig schrijf je met een v. En ook vis van en vis. Vogel. En tot slot een zin. Ik speel in het bos met een bal. Boomschors mag aan elkaar. Dus je hoeft hier niks ertussen te doen. Dat is één nee, woord. Dat was ik ook maar het woord heb je hartstikke goed geschreven. Tafelkleed. Het is met één aatje. Maar dat leer je nog in een volgende. Tafel. Het is L. Niet vol. Het is velkleed. Dus dit moet een etje zijn. Dit moet een etje zijn. Tafelkleed. Twee eetjes. En dit kan je ook niet weten. Dat schrijf je met een D. Voor de rest heb je hem goed geschreven. Dit weet ik wel. Dus die had je niet goed. Stoepkrijt. Hartstikke goed, Luan. Hartstikke goed gedaan. Suikerspin. Ik vind het geweldig, jongen. Zo'n moeilijk woord. Ja, zie je. En fototoestel, dat is een lastig woord, hè, jongen. Dat is deze. Is te veel. Die is te veel. Foto, schrijf je zo. Foto. Toestel. Dat was nogal wel een lastig woord. En dan moet je daar een kruisje zetten. Een kruisje, oké. En vliegtuig. Ik vind hem fantastisch, kerel. Nou, maar twee super. Dingetjes. En heel dit? Super. Deze heb je ook helemaal goed. En nog de zin. Ik speel. Het is speel. Twee eetjes. Speel in het bos met een bal. Voor de rest is hij helemaal... Toppie, jongen. Hartstikke goed gedaan, kerel. Toppie. Sina die heeft nu met de schrijfkaartjes de letters goed geoefend. Nu heb ik in jouw schriftje jouw naam goed opgeschreven. Kijk, Lucilla. En dan mag jij jouw naam 4 keer eronder schrijven. Ik heb stippellijntjes neergezet. Dan kan je even over de stippellijntjes heen. Ik ga de eerste keer even zo proberen. Rondje. Een aantje. Ja, met een stokje. Dan zei ik dat heel goed. Hartstikke goed, Lucilla. Nou, nog één keertje en dan heb je 4 keer je naam geschreven. De L is hoger. Zie je dat? Mm-hmm. En wat jij daar hebt gemaakt lijkt een beetje op een etje. Maar je moet hem iets hoger doen. Ja, hartstikke goed, Lucilla. Goed gedaan. Nu gaan we van dicté naar rekenen. Met het rekenen ga ik zo sommen op het bord schrijven. En de moeilijker zijn van Luan en de wat makkelijker zijn voor Lucilla. En dan mogen ze het antwoord geven en dat antwoord mogen ze opschrijven in hun schriftje. Zo leren ze een beetje de cijfers ook op te schrijven. En gaan we even een beetje denken hoe we de som het beste kunnen uitrekenen. Goed? Ja. Oké. 13. Nee. Min. Oh, min. 12. Hoeveel is dat? Oh, dat weet ik. Dat is? Dat is...
Want 13, dan ga je 12 stapjes terug. En dan denk je, hé, hey, dat is een makkie. Want de 12 zit dicht bij de 13. En dan is het 12, 1. 1! Heel goed, Johan. Het was een beetje een instinkertje. Ja. Maar het is 1. Het zijn hele verre getallen, maar het is makkelijk. Het is makkelijk. Schrijf maar op. 1. Hè? Het is 1. 13 en dan 12 eraf. Dan hou je er 1 over. 13. Schrijf op, dus je laat 1. Ja. Ik ga ook de som eruit. Ook de som, dat is prima. Maar ik schrijf voor... Ja, schrijf maar gewoon 1 op. Oké, en nu een som voor Lucilla. Ik heb de 7 gemaakt. Oh, niet erg. Ja, een kruisje erdoor, dan zet je ernaast zet je een 1. Goed zo. De volgende som. Voor Lucilla. 2 plus 3. Hoeveel is dat? Mag je met je vinger stellen? Maar mam, ik kan ook 2 en dan 3 de weet ga ik tellen. Ja, doe maar met je vingers. 5. Ja, 5. Wow. Heel goed. Het antwoord is 5. Schrijf maar op. 5. Ik ga 5 maken. Schrijf maar na. Mama doet een stokje met een bolletje. Een stokje met een dikke buik. Schrijf maar op, die 5. Mam, dat lijkt op een hartjesbuik. Ja, een half hartje. Een bolletje. Een stokje en een streepje. De volgende som is voor Luan. En die wordt nog wat moeilijker weer. Luxie, zullen we even de stoel laten staan? Laat maar even staan, oké? Ja, laat maar staan. Oké. 8. Oh, fiu. Plus 2. Min 3. Nee! Ja, dit gaan we uitrekenen. Nee! Eerste som. Wat is 8 plus 2? 8, 9, 10. Dat is 10. Oké. Okay. En dan 10 en dan min 9, 8, 7, 6. 7. Nee, oh, je ging te snel. Nog een keer. 10. Dit was 10. En dan 10 min 3 is 9. 8, 7, 6. Nee, je moet 3, hè? Oh. 3, dat was 4. 7. 7 is het antwoord. 8. 7. Plus. Ja. Goed, schrijf maar op, zelf 7. Min 3. Hé, Luxie. Ben je met Poppy hier gaan zitten? Toch. Moet Pop ook in de stoel zitten? En Luxie ook op de stoel, bij je school. Ja, ik zie het, schatje. Samen met Pop. Liefie. Dat was rekenen. Het volgende is spelend werken. En daarvoor heb ik een heel leuk knutselwerkje van de Action vandaag. Kijk, bij de Action heb ik deze leuke knutselpakketjes. En ook even op de kop. En het is een jump figuurtje maken. Geen idee hoe het precies gaat, maar dat gaan we vanzelf zien. Ja, de unicorn. Het is een springding. En volgens mij moet je dan die plakketjes zo eraf halen. Er zit voor de rest geen gebruiksaanwijzing bij. Zo, en die daar. Ben je de bal kwijt, Luxie? En dan zit hij er dus tussen. Zie je? Ik kijk. Zo, ja. En dan kun je die plakketjes erop plakken. Maar waar is het gezicht dan? Ja, het is zitten. Kijk, dit is het een beetje geworden. En je kunt hem dus op zo'n springding zetten. En als het goed is, als ik hem dus zo... Hoe deed je dat net nu? Kijk! Oh, zo. En plak je dit. Nee, kijk. Plak? Nee, dit plak je er zo. En dan moet je even wachten. En dan gaat hij zo meteen springen. Nee! Let op, hè? Mijn mama heeft... Dat was mijn... Hé, hey, mam, je moet er niet te lang af... je moet niet te stevig opplakken. Anders duurt het een uur voordat hij het doet. Nee! Gaat hij er lukt? Ja, niet te erg. Ik schrik er iedere keer wel. Niet te erg. Nou, wil je de roze dan? Kun je deze pakken? Nee, de roze haar. Oh ja, die kan er ook bij. Je hebt ook roze en geel. Zo. En dan oogjes, dat is dit. Moet je afpulken. En ook dat de andere kant dat die haar doen. Ja, pulk dit maar even eraf. Mama, dit is het mijne. Niet echt zo mooi, maar ik heb hem er niet zo goed opgepakt. Dus ik deed nog even een plakbandje bij. Neusje is gevallen. Mama, gek. Oh! Maar hij gaat echt weer zo. Oké. Drie op elkaar. En even kijken. Kijk, hier hebben we de unicorn. En dit is die van Lucilla. Wachten. Ja, hij gaat. Hij gaat. Tijd om even een fruitje te eten. En de kinderen vinden appel met kaneel altijd heel erg lekker. Ze hebben een beetje kaneelpoeder eroverheen gedaan, hè?
Mm-hmm. En wie lust er een beetje limonade? Luxie ook een bekertje drinken. Even tijd voor een fruitje. Tijd om buiten te spelen. De kinderen die zijn al buiten met de bal, want we gaan een heel leuk spelletje doen. Namelijk stand in de bal en de bal is voor. Ik weet niet of jullie dat spelletje kennen, maar ik heb het net de kinderen uitgelegd. En ik zal het ook even kort uitleggen aan degenen die nog niet weten wat het spelletje inhoudt. Leuk als je dat ook thuis wilt gaan spelen. We hebben hier een bal. De rest die staat om mij heen. Ik ben degene die de bal heeft. Ik gooi de bal in de lucht en ik zeg... Stand in de bal en de bal is voor. En dan roep ik één van de kinderen. Die moet hem dan zo snel mogelijk pakken. En als je dan de bal hebt, dan roep je stop. En dan moet iedereen die weg is gerend, moet stilstaan met de benen wijd. Dan moet je om je heen kijken of je ergens ziet waar je dichtbij kan komen. En dan mag je 3 stappen zetten. En dan moet je proberen onder de benen van diegene doorheen te rollen. En als dat dan is gelukt, is diegene weer aan de beurt die de bal omhoog mag gooien en een naam mag roepen. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd door. Oh, hi! Waar is papa even langs komen hoor? Ja, Elise, kom maar eens. Ja, dat is goed. Nou, dat waren eventjes even wat fans op de foto die heel toevallig hier langskwamen. Woesel en Pip die zijn lekker met een takje aan het spelen. Die is voorbij. Het was een kort dagje. En Leon en Lucilla die zingen altijd een liedje als ze de school uitlopen. En ik ken het liedje niet. Dus ik ga naar jullie liedje luisteren. Oké. Hier, wij gaan nu weer naar huis toe. Deze schooldag is voorbij. Samen willen wij bedanken. Want de zorg zo steeds voor mij. Amen. Nou, tot morgen weer op school, ja. Hè? Doei! Groetjes aan mama en papa! Dag! Tennissen! Ja, ga maar lekker spelen. Ik heb een nieuw werktakje vandaag. Ik mag hier gelukkig bij de receptie de vlog uploaden. In de hoop dat het hier wat sneller online komt. Ik heb lekker een kopje koffie gekregen, dus proost en geniet van de vlog. Hij is in de upload, dus gelukkig hebben jullie geen sneeuw. Hey, we hebben hier Mr. DJ. Heb je je box meegenomen? Ja. Ja, het is zo rustig. Het is hier inderdaad wel heel rustig. Nu al. Oeh, dat is mooi. Schatje, kom hier. Goed zo, ga je nog een keer? 1, 2. Oh, net mis. Daar komt hij, hè? Mama uit één hand. Let op, hè? Dan gooi ik hem. En sla ik hem. Wie komt eraan? Vader komt tussen de caravans vandaan. Daar. Hey, daar is hij weer. Nou, Mr. DJ, neem je je box weer mee? Ja. Een wandelende box, hè, jongen? Welk liedje heb je opstaan? Davina. Davina, dat is wel een mooi liedje, ja. Nou, we gaan even lekker terug naar ons huisje. Even lekker een happy eten. Zo, wij zijn weer lekker binnen. Ik zie het er zelfs gegrapen. Luxie gaat zo ook even lekker een slaapje doen. En ik heb hier een blikje kippensoep, wat ik even op ga warmen. En dan gaan we even lekker een broodje bij eten. Oeh, gaat goed. Ik ga even lekker een broodje bij eten. En dan sluiten wij de vlog vandaag iets eerder af. Omdat Daniel natuurlijk de internetverbinding nodig heeft. Maar de receptie gaat sluiten zometeen. Om 5 uur. Dus ik moet nog even deze video editen. Wil je editen? Voordat Daniel zometeen weer naar de receptie moet om dus deze vlog up te loaden. Zodat jullie weer een video online hebben staan. Het is af en toe een beetje primitief jongens, maar we hebben het er graag voor over. En wij zijn in ieder geval heel erg blij dat wij lekker veilig in het quarantaine bos zitten. Lekker tussen de natuur, waar wij rustig afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. In de rust blijven. En dat vooral zullen we afsluiten. Ja, we gaan afsluiten. Nou, vond je dit weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Abonneren, vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je heel graag morgen weer in een nieuwe vlog. Dat is het weekend. Weer met de videoclip en de Cowboy Serie. Of ben ik van TV? Doeg. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem.